Zo, daar gaan we dan. De Stabbriesmiddag van het Onstuin. 17 juni. En ik speel met Berend. Want... en ik ben iets later, want wij zijn een soort opvulling. In de vorm van dat zorg dat er geen stilzit is. Dus ik ben iets later ingeschakeld. We hebben wel gewoon alle spellen gespeeld. Spellen 1 en 2 hebben we al gehad. Niet iets heel bijzonders gebeurd verder. Behalve dat ik net een slagje of twee liet lopen. Omdat ik dit aan het opstarten was, deels. En zodat Berend ruiten 7 maakte, waar hij helemaal niet op zat te wachten. Kun je hier ook al lezen. Ruiten 7 voor Berend. Even kijken. Bij de berg. Schoppen en ruiten. En Jan gaat voor 3 stans. Hij zal wel eens een klaver hebben, vermoed ik. Misschien niet een ruit. Harten zal die ook wel gestopt hebben. Kijken of het misschien leuk is om ruiten te starten. Misschien wat verbinding weg. Het is een typisch biedverloop dat hij wel veel weet wat hij heeft. Maar dan tegenover ruiten niet wil. Dus hij heeft of korte ruiters. Tegenover klaver heeft hij wat slim interesse. Maar in beide gevallen misschien toch wel aardig om ruiten te starten. Ik heb ook niet zo heel veel tijd. Nou, hij is inderdaad kort in ruiten, dus dat is een goed teken. Misschien ruiten boer moeten starten voor de expert lead, maar dat gaat me wat te ver. We spelen laag-hoog. Aan of even en de eerste discard Romeins. Het ging heel snel. We moesten eigenlijk 4 spellen. Maar dat redden we niet. Dus Jaap zegt al, dit is het laatste spel. Nou ja, dan hadden we het niet extra hoeven haasten. Dan gaan we maar gelijk door zo met ronde 2. Dan gaan we er maar niet even uit. Spel 4 is geannuleerd. 17 punten voor Berend. Vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. En een hele saaie 3 soms.
Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. We spelen maar 7 rondes dit keer. Dus van 6, van 4 spelen. Ja, het zegt ook nog zonde dat je mag claimen. Ja, als je in het laatste moment zit, de laatste 2 minuten, of als je te laat bent, mag je ineens niet meer claimen. Ik weet niet wat dat voor software iets is van Stembridge, maar niet ideaal. Want juist als je haast hebt, zou je zeggen dat je moet claimen. Het wordt enigszins warm. Ja. Goed, dan gaan we toch maar eventjes afsluiten deze en op naar ronde 2.